Voor ik dat vraag, is er eerst nog iemand anders? Want u heeft vandaag zowat iedereen gehoord. Alle kopstukken, Vlamingen en Walen. Maar de afsluiter laten we voor ontslagnemend premier Yves Leterme. En voor we hem zelf iets laten zeggen, gaan we eerst even polsen naar wat de burger van hem vindt. Bij de vorige verkiezingen vroeg Yves Leterme wie gelooft die mensen nog? Wat maakt de politicus in hem? Je bent die klaar goed. Ja. En die heeft veel gedaan. Hij is ook niet school. Deze man. Geet, hè. Dat is een moe. On a ça, comme expérience. Ah oui, ben oui, ça c'est le bon belge. J'aime beaucoup parce que... il est tenace. Je le préfère maintenant qu'il y a quelques années. Mais je trouve qu'il est quand même fort résistant. Il a fait un mariage que je ne lui pardonnerai pas. Je crois qu'il a fait son temps. Moet verandering zich brengen, voor u misschien? Nee, dat hoeft niet. Met een met ballen onder. Oh. Ja, die kan het ook niet. Laat het dossier maar bijhouden. Dus, ja. Ze hebben al liever klinkers moeten leggen aan het paleis. Zoals ik wens er al vanaf te gaan. Goed. Ja, we hebben het allemaal kunnen bekijken. Premier, zijn is de markt afgeschuimd en de Vlamingen en de Franstaligen hebben natuurlijk, laten we zeggen, zeer, zeer gemengde gevoelens over u. Hè. Steekt u dat? Nee, goochelbomen vangen veel wind en de mensen hebben het recht om een mening te hebben natuurlijk. En op 13 juni, ik sta op kop van de Kamerlijst in West-Vlaanderen, dus alle West-Vlamingen die willen stemmen op mij, die vinden mij op lijst nummer 9 bovenaan. Ja. Maar ik had ook graag op u willen stemmen en ik woon niet in West-Vlaanderen. Wat moet ik nu doen? Verhuizen naar West-Vlaanderen, maar dat is misschien wel laat, want 13 juni komt kort erbij. Ja. Maar u voert het al, hè. Velen vinden het jammer en zeggen, bijna u pleegt vaandelvlucht. In plaats van de successen van uw beleid te verdedigen en eventueel te erkennen dat er ook fouten zijn gebeurd. Ja, maar ik herken dat er fouten zijn gebeurd en ik verdedig ook mijn beleid. Ik denk, wat daar straks gezegd is, het feit dat wij de banken hebben gered. Op een paar weken tijd cruciale beslissingen hebben genomen, die crisis goed hebben aangepakt. Ervoor zorgen dat ons land minder leidt onder de sociaal-economische teruggang dan andere landen in de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja. Dat is de verdienste, niet alleen van mij, van heel de regering. Ja. En dat verdedig ik. Maar u gelooft daar heel duidelijk in en dan was toch de verwachting dat u dat op de Senaat ging doen en inderdaad tegen alle grote kopstukken kan uitkomen en opnieuw eens testen of de kiezer u nog wel lust en niet alleen in West-Vlaanderen. Maar nee, vorige keer denk ik dat de senaatsverkiezingen ook mede door uw toedoen, door de media, waren uitgeroepen als een soort test van wie wordt de eerste minister van het land. Dit is een totale anders. We hebben u geholpen aan uw 800.000. U moet durven herkennen, meneer Van Loverbos, dat de echte politieke macht, dat die niet in de senaat ligt trouwens. Ik ken een lijsttrekker van de Vlaamse partij die zegt, mijn eerste opdracht die ik wil vervullen is eigenlijk die senaat afschaffen. Het echte politieke gevecht om de zetels is in de Kamer en ik neem mijn verantwoordelijkheid en dus ik neem de leiding van een lijst met sterke mensen, met Stefan de Klerk, met Hendrik Boogaert en dus de mensen kunnen daar in West-Vlaanderen op mee stemmen. Als u zo langs de markten overal langskomt, de campagne, hoe loopt dat? Hoe voelt dat? Wat voelt u? Wel, ik doe zoals ik heb gezegd, dus ik werk vooral nu rond het Europees voorzitterschap, maatregelen nemen ook, voorbereiden voor die crisis. Ik denk dat het belangrijk is dat terwijl dat iedereen bezig is, ook het politieke debat doorgaat, dat ik probeer nu en dan op het terrein te zijn, maar vooral ook zorg dat de zaken verder worden beredderd. Weet u, in heel de wereld, we hebben een paar weken geleden nog ervaren, de crisis van de euro, het onweer is nog niet voorbij en tot nu toe zet ons land zich heel goed schrap tegen die wereldwijde crisis. En dat moet dus ook gebeuren. En vandaar dat ik eerder dan constant op markten te lopen, dat ik in de wedstrijd 16 zorg dat het werk verder gebeurt. Maar is dat nu net het punt niet dat u zegt, ja, die crisis dreigt, het Belgisch voorzitterschap, ja, dan zou er toch op zijn laatst in september een nieuwe Belgische regering moeten zijn? Hè? Maar ik kan niet beginnen met deadlines te stellen. Ik denk dat anderen dan ondertussen specialisten zijn. Ik denk dat het belangrijk misschien is dat er op dit moment een regering is, een regeringsleider is, die zorgt dat het Europees voorzitterschap goed wordt voorbereid, als in belang van heel het land. En dat ook dag in dag uit de beslissingen worden genomen die moeten worden genomen. En we zijn klaar om dat te doen, ook na 13 juni. Maar het is evident dat eenmaal de kiezer zich heeft uitgesproken, dat laat ons hopen men sneller dan de vorige keer tot een akkoord komt. Ja. Maar een akkoord over heel delicate kwesties. De problemen zijn niet uit de weg geruimd. De problemen die er lagen enkele weken geleden, waar dus mensen hebben gezegd, ja, daar willen we nu niet meer over spreken. Ja, dat dossier ligt er nog altijd. Ja. De kaarten liggen natuurlijk heel moeilijk. Hè? Hoe zou u nu aan degene die aan de tafel moeten gaan zitten zeggen, let daarop. Ik hoorde Van Astaligen zeggen, Vlamingen, een gebaar van goede wil of het gaat nooit lukken. Hè? Maar ik denk dat er over en weer goede wil moet zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat wij werken binnen de randvoorwaarden die door de grondwet zijn voorgeschreven. En je weet dus dat je een dialoog moet voeren. Ik denk dat die bereidheid tot dialoog
dat die er moet zijn. Is die nu groter dan in 2007, denkt u? Wel, indien heel die martelgang, niet alleen van mij, maar ook van andere collega's die verantwoordelijkheid hebben genomen, Christen-Democraten, Chris Peters, Jean-Luc Dehaene, Erma van Rompuy, we hebben met 4 mensen geprobeerd, tot nu toe is het niet gelukt, ik geef dat toe, meneer Van den Loverbos, maar als er één iets is gelukt, is wel dat de Franstaligen ondertussen, ik hoop dat ze het menen, maar als ze ondertussen zeggen, ja, wij zijn ook ervan overtuigd dat er een staatshervorming moet komen. Dat is een stap vooruit. Maar natuurlijk, men mag dat niet alleen in woorden zeggen, men moet dat ook in daden omzetten. En daarvoor moet gewerkt worden in het kader van onderhandelingen die zo snel mogelijk... En natuurlijk niet alleen communautair, ook besparingen. Open VLD al afkomen, die zeggen 22 miljard besparen, 11 miljard moet op tafel worden gelegd door de gewesten en de gemeenschappen. Wat vindt u daarvan? Wel, ik ga me niet te veel moeien in het hakketak. Ik denk dat het belangrijk is als ons land tot nu toe beter doet dan andere Europese landen op dat vlak. Ons deficit is minder dan het Europees gemiddelde. Nu, als u het dan hebt over het plan van de VLD, er zijn toch bepaalde aspecten die niet ernstig zijn. Eén voorbeeld, men zegt 22 miljard besparen we. Maar men zegt er onmiddellijk bij van, de helft gebeurt niet door ons, maar door de gewesten en gemeenschappen. Weet u, meneer Van den Loverbos, dat voor Vlaanderen dat zou betekenen, Vlaanderen van die 11 miljard moet 6,5 miljard doen, dat men op een Vlaamse begroting van 7,28 miljard eigenlijk 6 miljard moet gaan zoeken. Daar zit kinderopvang bij, daar zit onderwijs bij, daar zit welzijn bij, bejaardentehuizen enzovoort. We gaan toch niet aan onze jonge gezinnen, onze bejaarden die zorg nodig hebben, onze kinderen in de scholen, gaan we toch niet vragen dat hun regering een kwart van de uitgaven wegzaam heeft. Ik vind wat men zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen, federaal, in de begroting van de federale regering, in de sociale zekerheid, aan ontvangstenzijde. En wij gaan dus, Marian Thijssen gaat dat een van de volgende dagen ook duidelijk maken. Wij gaan ook voorstellen op tafel leggen, maar we gaan de moeilijkheden niet doorschuiven naar een ander bestuursniveau. Wat verwacht u zelf voor 13 juni? Wat hoopt u, wat vreest u? Wel, ik hoop dat de ploeg in West-Vlaanderen het goed doet. Ik heb met verkiezingen toch wel enige ervaring. Het is mijn 13e verkiezing na 13 jaar aanwezigheid in de wedstrijd op 13 juni. Dus als 13 juni ondertussen wat geluk brengt, moet dat lukken. Maar ik hoop dat mensen een duidelijke keuze maken voor een ernstig beleid. De echte inzet van deze verkiezingen is wie er in staat is om ons land verder klaar te maken voor een nieuwe economie. Waarin we enerzijds onze welvaart versterken, maar anderzijds ook zorgen dat onze sociale zekerheid, ons eigen sociaal model, dat dit overeind blijft. En tot nu toe is dat goed voorbereid. Nog eens, het is niet alleen mijn verdienste, het is ook de verdienste van de collega's in de regering. En dit werk moet voortgezet worden. En ondertussen moet die staatshervorming, waarvoor ik en anderen hard hebben geknokt, moet die rondgeraken en liefst binnen een aanvaardbare termijn. Ja. En één ding is zeker, u blijft alvast premier. Laten we hopen dat de onderhandelingen heel lang duren. Dan kan u nog heel lang in de 16 blijven. Nee, ik hoop dat ze snel gaan. Meneer Simardo, we zijn bijna aan het einde. Hè? Vlamingen en Walen, het was toch uniek? Wat heeft u eruit geleerd? Wel, dit debat was inderdaad heel uniek en eigenlijk is dat toch ook een beetje absurd. Hè? Ik heb nu voor de eerste keer een debat gezien met Didier Reynders. Die is nu al 11 jaar minister van Financiën. Dit is de eerste verkiezingscampagne waar ik een debat zie waar hij zijn beleid toelicht. En zijn beleid verdedigt tegenover de oppositie, in dit geval SPA. Het is toch een beetje raar dat we dat eigenlijk nooit doen. Ik vind toch dat de Vlaamse kijker heeft toch ook recht op een debat over een thema als financiën met de minister die daarvoor verantwoordelijk is geweest. Dus misschien moeten we dit gewoon wel vaker doen, zolang we een federale overheid hebben. Meneer Verjaans, het was een zeer gematigd discours van de Waalse partijen, van de Franstalige partijen. Was dat verkiezingspraat of is dat echt? Je pense que c'est un discours électoral, mais qui a complètement changé par rapport à 2007. En 2007, la position était très dure, c'était un front francophone, et maintenant c'est un discours où on prépare des concessions. Ça veut donc dire qu'on est dans une toute autre position, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire des concessions ultérieurement. Donc je pense qu'effectivement les choses ont fort changé. Je pense que c'est vraiment unique effectivement comme débat, et c'est assez significatif le fait que vous ayez pu organiser ça. We willen wat meer praten met elkaar. Alle partijen zijn aan bod geweest. Voor wie gaat u nu stemmen? Ah, mais moi, je ne vais pas dire pour qui je vais voter en tant que politologue. En tant que politologue, je suis ici pour essayer d'expliquer les points de vue des partis. Meneer Sinardé, voor wie gaat u stemmen? Wel, voor een partij die... staatshervorming is voor mij wel redelijk belangrijk, want dat is een dossier dat ik heel goed ken. Dus ik ken ook al de standpunten van de partijen heel goed. En ik wil een partij die daar rationeel over nadenkt, die niet allerlei taboes heeft. Dus welke partij? Wel, dat moet ik nog eens heel goed in detail bekijken. Maar wat misschien ook niet onbelangrijk is, hè, want ik heb nu een debat gehoord met meneer Reynders. Misschien zijn er wel kijkers die gekeken hebben, Vlaamse kijkers, die zeggen van, god, die Reynders die valt wel mee, misschien wil ik daar wel voor stemmen. Of misschien wil ik voor meneer Magnet stemmen, of meneer Zielkine. Misschien hebben we ook
geopend. Misschien moet dat ook mogelijk worden. Hè. Misschien moeten we ook een federale kieskring hebben. Dat is iets waar ik al vrij lang van overtuigd ben. En dus een partij die dat in haar programma heeft, de kans is wel iets groter dat ik daarvoor stem dan. Oké, heren. Dank wel voor de verstandige tussenkomsten.